Spelletjes, speurtochten, knutselen en natuurlijk met Sinterklaas op de foto. Woensdagmiddag bracht de Goedheiligman een bezoek aan het Mozaïek in Wijchen in het kader van het Pakjeshuis. En voor wie aan genoeg activiteiten deelneemt, ligt er ook nog een verrassing klaar. Ja, we hebben vandaag het Pakjeshuis Wijchen voor de derde keer dit jaar in samenwerking met de Spelotheek Wijchen en Bibliotheek Wijchen. Ja, we zien eigenlijk elk jaar wel dat de animo toeneemt en ook dit jaar zijn we weer uitverkocht. We zijn in het Mozaïek in Wijchen en het is hier vanmiddag het Pakjeshuis. Daar kunnen alle kinderen komen, knutselen, spelletjes doen en op de foto. En zijn de kinderen in Wijchen een beetje lief geweest? Allemaal, in Wijchen zijn ze altijd super lief. Dat weet je toch? Ja, jou hoor. Ja, een paar pieten stonden bij Sinterklaas. Daar zijn we dus wel met de foto op geweest. Met de andere pieten hebben we gepraat. En één piet die had, want we hadden zo'n blaadje. En er stond op wat je allemaal kon doen en zo. En dan kon je dan afstrepen wat je al gedaan had. En één piet deed dat dus. Dat was heel leuk. En we kregen pepernoten, toch? Ja. Dit jaar mogen de pieten voor het eerst ook hun schoen zetten. Nou, dat we een keer iets anders wilden doen. Andere jaren mocht dat nooit. En dit jaar zeiden we, nou doen we het wel een keer dit jaar. Dus alle pieten mogen ook hun schoen zetten. Ja. Nou, ik vind dat wel goed, want ik bedoel, wij mogen ook altijd onze schoen zetten. Waarom mogen de pieten dat ook dan niet een keer? Ja. Nou, ik vind het een beetje van een keertje. Maar het grote boek ligt geborgen in een kluis en niemand weet de code. Misschien Sinterklaas wel? Daar kan ik nog niets over zeggen. Daar mag ik niks over zeggen. Nee. Spannend. Maar het komt, als Sinterklaas erbij komt, komt het altijd goed, zoals je weet. De kluis moet natuurlijk open door een code. En heel vaak hebben ze al een code geprobeerd, maar gek genoeg deden de pieten best vaak de code verkeerd. Dus het... Denk jij dat je de code weet? Ja, denk het wel. 9, 8. 9 is mijn lievelingsgetal. 8 die van mijn moeder. 1 is gewoon, daar heb ik niet echt een reden voor. En 4, dat is het lievelingsgetal van mijn oma. Het feest gaat altijd door. En met Centerwijk komt het altijd goed.